Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Thomas de Leeuw is te gast. Thomas, je bent van Ik ben Frits. Klopt. Wat doen jullie? We doen online hypotheekadvies. Dus we helpen mensen met de juiste keuze maken als het gaat om een hypotheek. Daar zijn er heel veel van, zou ik denken. Klopt. Hypotheekadviseurs zijn er heel veel van. Wat wij eigenlijk heel anders doen als ten opzichte van een normale hypotheekadviseur, is dat we je echt helpen het zelf ook begrijpen. Dus als je naar een normale hypotheekadviseur gaat, dan is het vaak een ontzorgmodus. Dus je gaat er naartoe, je komt er vaak verwarder weg dan dat je er binnenkwam. En hij regelde wel dat de juiste hypotheek wordt afgesloten. Wat lekker is, denk ik dan, als hij dat wel regelt. Het is lekker, maar je ziet gewoon dat mensen ten eerste meer willen. Mensen zien het als een van de belangrijkste beslissingen van hun leven. Het wordt je grootste maandlast, dus je wil ook gewoon zeker weten dat het goed zit. En je wil ook snappen waar je voor kiest. En daar helpen we je eigenlijk bij. Je moet eigenlijk in een paar weken moet je een heel moeilijk onderwerp moet je begrijpen. En daar helpen we je bij. Hoe doen jullie dat dan? We doen het online, maar ook echt in persoon via de telefoon. Dus online doen we. We proberen ten eerste zoveel mogelijk zelf aan de slag te laten gaan. Dus we hebben online content, we hebben e-books, we hebben ook heel veel rekentools. Hypotheek is toch een numeriek iets, dus je moet ook een beetje rekenen. Hoeveel kan ik lenen? Hoeveel kan ik besparen bijvoorbeeld? Daarna zie je dat voor de meeste mensen dat niet genoeg is in de zin van ze vinden het toch te eng om zo'n grote beslissing helemaal zelf te nemen. En dan helpen we ze aan de telefoon in combinatie met interactieve tools. Eigenlijk helpen ze de juiste keuze maken. Voor dat tweede deel ben je dan eigenlijk ook weer gewoon een traditionele hypotheekadviseur. Je noemde het al een beetje. Kun je eens uitleggen, want volgens mij het onderscheid zou moeten zijn dat online je eigenlijk transparant moet zijn. Ja. Terwijl in het advies is dat eigenlijk nooit zo. Wat jij zegt is meer een black box. Hè? Dan kom je bij iemand en die zegt, wat verdien je, wat wil je kopen, en heb je spaargeld. Die zegt, dan moet je daar zijn. Ja. Hoe werkt dat online? Online werkt dus eerst dat je zelf heel erg aan de slag gaat. Dus, en dat doen mensen natuurlijk sowieso. Hè, want ook die tooltjes, daar zijn jullie ook niet uniek in. Sommige niet. We hebben gewoon alles wat wij denken dat interessant is. Maar sommige ook weer wel. Bijvoorbeeld als je kijkt naar... Zelf ontwikkeld? Alles is helemaal zelf ontwikkeld. Ja. Eigenlijk van begin tot eind hebben we die hele customer journey eigenlijk opnieuw neergezet. Ja. Hoe we ooit een beetje begonnen was als volgt. We begonnen eigenlijk heel erg vanuit die techniek. Dus we zijn geïnspireerd geraakt door... mensen om ons heen die heel gefrustreerd waren over hun eigen hypotheekadviseur. Dus die kwamen daar terug en die waren eigenlijk, als voorbeeld mijn vader bijvoorbeeld, die was 5 jaar, daarvoor had zijn hypotheek ergens afgesloten, ging weer terug, had gehoord lage rentes op de radio en die dacht, misschien kan ik wel besparen. Die ging terug naar zijn hypotheekadviseur en die hypotheekadviseur zei, je kan niet besparen. Dus hij doorvraagt, hoezo niet? Ja, je moet de boete betalen. Hoe hoog is die boete dan? Ja, heel hoog. Kan ik die niet terugverdienen met lage maandlasten? Nee, dat kan niet. Dus hij was helemaal gefrustreerd, ging weer naar huis. En mijn vader is iemand, die gaat er dan niet bij zitten. Die ging een Excel maken, was 2 weken een avonduurtje bezig. Alles nagerekend en toen kon hij €200 per maand besparen. Zelfs met meefinancieren van boetes en zo. En ik hoorde dat en ik dacht, het is gewoon absurd. Dit is gewoon een hele logische vraag. De grootste maandlast van Nederland. Meer mensen hebben dit. Dit moet er gewoon in deze tijd in 5 minuten online kunnen. Ja. Dus dat is hoe we eigenlijk begonnen zijn. Daarna merkten we van alleen zo'n rekentool online zetten is niet voldoende. Mensen willen ook meer. Mensen willen ook, hebben daarna nog vragen. En willen eigenlijk ook nog die hele hypotheek afsluiten. En dat doen we nu eigenlijk helemaal van begin tot eind. Hebben we dat opnieuw neergezet. Wat je ook ziet bijvoorbeeld, het hele leren online is ook ontzettend aan het veranderen. Hè? Je zat eerst klassikaal bij een docent. Nu ben je veel meer bezig eigenlijk. Online geeft zoveel meer mogelijkheden om... efficiënter te leren dan gewoon in persoon. En nog even op die tools en het vergelijken, want dat doet mij heel erg denken aan de vergelijkingssites, hè, waarbij je natuurlijk eigenlijk, of je nou een verzekering afsluit, dan zeg je wat voor auto je hebt en hoe oud die is en hoeveel kilometer je rijdt en dan krijg je een mooie vergelijking. Ja. Daar doet het mij heel erg aan denken. Wat altijd een enorme complicatie is bij dit soort dingen, is hoe krijg je die gegevens van al die aanbieders up-to-date in je systeem? Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Hoe we dat doen is eigenlijk, we houden elke dag gewoon de rente eigenlijk bij van alle banken. En ook de voorwaarden van alle banken. Maar is dat door middel van koppelingen? Zijn ze zo open en transparant? Of ga je daadwerkelijk naar de site van Florius en kijk je van... Vroeger deden we dat eigenlijk zo. Dat we echt naar elke site van Florius gingen. Op een gegeven moment hebben we daar een script voor geschreven. Wij programmeren ook alles zelf. En trekken we dat gewoon automatisch eigenlijk weg bij de websites. Dus zo gaat dat. Maar dat zijn dus geen back-end koppelingen?
Nee, geen backend. Ik zou niks liever willen dan dat Floris mijn backend koppeling geeft. Maar, ja, maar geldt dat voor al die banken, dat dat eigenlijk nog een heel gesloten wereld is, waarin je dus alleen maar door te scrapen dit soort gegevens kan aggregeren? Ja. Ja, het is vreselijk, maar het is niet anders. En ja, zodra die er zou zijn, zo'n backend koppeling, dan gaan we het natuurlijk gelijk gebruiken. Maar praten jullie wel met die lui? Ja. Hebben ze belang bij jullie tools? Of zijn jullie eigenlijk concurrenten? We zijn geen concurrenten. Wij zijn natuurlijk gewoon een partij die productie oplevert voor ze. Dus wij nemen ze op in de vergelijking. We hebben wel alle banken in Nederland, dus we vergelijken ook alles. En dan, daarmee kunnen we ook de klant zeg maar altijd de beste hypotheek geven voor hem. Dus we zijn een manier van, we zijn gewoon een toegangskanaal voor. En je bent in feite ook een bemiddelaar, maar hoe doen dan de klassieke bemiddelaars dat? Want die hebben toch allemaal afspraken met die banken, die verzekeringsmaatschappijen? Die krijgen toch wel die updates van tarieven en zo? Dus wat je krijgt gewoon in de mail ook gestuurd en een pdf. Ja. Daarnaast heb je veel adviseurs gebruiken adviessoftware weer. Dus die hebben een eigen pakketten die ze er weer inkopen en die houden dat voor ze bij. Ja. En eigenlijk wat wij, als je het heel erg zo plat slaan. Eigenlijk wat wij gedaan hebben, is die adviessoftware die adviseur gebruikt, als hij zo achter zijn computer zit terwijl jij praat en alles intikt op dat scherm dat je niet ziet, hebben wij geprobeerd de vertaalslag te maken naar dat een normale consument dat ook kan gebruiken. En daar zit eigenlijk gewoon een andere UI eigenlijk op, zodat jij en ik het ook kunnen gebruiken. Daar komt het eigenlijk op neer. Kun je wat... Maar ik vroeg me af, want het klinkt heel eenvoudig eigenlijk. Hè? Je vraagt de rentepercentages op, je vraagt of je scrapt dat, et cetera. En je hebt, ik voer mijn gegevens in, wat verdien je, hoe oud ben je, hoe lang wil je dat betalen, et cetera. Ja. Waar zit de complexiteit? Waar vergis ik me dat het simpel zou moeten zijn? Ja. Kijk, de complexiteit zit hem gewoon in het aantal opties en in de tijd waarin je het moet organiseren. Dus wat je ziet is, je hebt natuurlijk een rentepercentage, maar daarnaast heb je wel een stuk of 100, 150 verschillende voorwaarden die van belang zijn. En daarnaast, eigenlijk de allergrootste complexiteit zit hem in de acceptatie. Dus uiteindelijk gaat die bank ook jou accepteren als klant. Dus eerst moet je, op die drie vlakken moet je een keuze maken. Op rente, kosten, op voorwaarden. En op wil die klant me accepteren of die bank me accepteren. Ja, maar jij zei van dit moet er in 5 minuten kunnen. Dat wat jij nu net noemt, dat kan ook nooit in 5 minuten. Nee, dat kan ook niet. En dus die eerste, die besparingscheck, die kan nu in 5 minuten. Hè? Maar daarna ook daadwerkelijk echt dat helemaal uitdiepen en tot werkelijk onder de keuze komen, dat gaat niet in 5 minuten. Hoe het bij ons werkt is als volgt. Je doet eerst bijvoorbeeld, we doen niet alleen besparingschecks, we doen ook mensen die een eerste huis kopen of verhuizen. Maar ik zal even die besparingscheck als voorbeeld nemen. Dus even voor de duidelijkheid, dat bedoel je maar als je over ze wil sluiten. Ja, als je wil oversluiten. Kun je geld besparen. Ja. Dus jij hoort op de radio, lage rentes, je wil dat mee. Je gaat naar onze website, doet de do-it-self-check. Die is redelijk uniek, die kun je eigenlijk nergens anders doen tot nu toe. Doe het zelf check. Daar komt dan uit voort dat je kan besparen. En dan kun je bij ons een afspraak inplannen bij een van onze adviseurs. En die gaat dan in 30 minuten eigenlijk helemaal uitleggen hoe dat precies zit. Er komen heel veel complexiteiten bij kijken. Bijvoorbeeld, als je nu 100% aflossingsvrij hebt, bijvoorbeeld. Je mag maar 50%, bij de meeste 80% van de bank mag je maar 50% meenemen. Dat betekent dat je een deel moet gaan aflossen. Dan word je maatlasten weer hoger. Wil je dat of niet? Allemaal dat soort dingen worden in dat half uur eigenlijk helemaal uitgediept met zo'n klant. Als hij dan nog steeds denkt van, dit is gewoon een goed idee. Dan plan je een vervolgafspraak in. En dat duurt 1,5 uur. En daar gaan we eigenlijk nog door op, welke bank wordt dan precies? De voorwaarden, acceptatiecriteria. Dus dat is een beetje hoe ons proces eigenlijk werkt. Hey, ben je minder digitaal geworden dan je van het begin had willen worden? Ja, zeker. Ja. Dus we begonnen eigenlijk... Jij vraagt het aardig, maar ik denk eigenlijk... Want ik heb ook als hypotheekadvies in de oude tijd bij... een niet transparante hypotheekadviseur waarvan je nooit weet of die een hypotheek aan jou verkoopt, of hij er het meest aan verdient of dat het in mijn voordeel was. Denk van, eigenlijk ben je ook gewoon een hypotheekadviseur en heb je een paar tooltjes online staan. Of sla ik het dan te veel plat? Wat wij doen in de kern is natuurlijk hetzelfde als een hypotheekadviseur. Wij helpen je een keuze maken voor een hypotheek. Dus dat is helemaal waar. Ja, maar wat Erwin zegt, eigenlijk veel meer offline dan je aanvankelijk waarschijnlijk had gewild. Ja, zeker. Dus wat ik zei, wij zijn ook 3 jaar geleden wist ik helemaal niks van hypotheek af, als ik heel eerlijk ben. Dus ik ben daar aan begonnen, echt puur vanuit de verbazing eigenlijk.
Ja. Van, dit kan toch niet waar zijn? Nou, heb je nog mooi uitgelegd met jouw vader, met zijn spreadsheet. En je dacht, hé, wat is dit voor een raar gedoe? Ja, en gaandeweg zie je eigenlijk, ben je gewoon problemen aan het oplossen voor die consument. En dat begon natuurlijk gewoon bij een stukje awareness van, bij die vraag, kan ik besparen? Maar gaandeweg zie je gewoon dat mensen gefrustreerd daarna alsnog bij die hypotheekadviseur weggaan. En denk ik, ja, dat moet ik ook opnieuw doen. En dat doen we gewoon op een manier die logisch lijkt. En die is niet helemaal online. Ik geloof gewoon niet dat online de beste manier is voor iemand om een hypotheekkeuze te maken. Het is gewoon te ingewikkeld. Niet de enige manier. Je begint online en je eindigt in een gesprek. Ja, je begint online. Maar op een gegeven moment wil je gewoon ook iemand hebben die gewoon precies weet waar je het over heeft. Die jouw situatie begrijpt en jou helpt dan uiteindelijk die laatste paar stappen te zetten. Nee, maar sowieso denk ik dan als ik jou hoor van al die dingen die je moet doen, daar heb je na 3 ervan al geen zin meer in. En als je bij iemand aan de tafel zit, ja, dan ben je naartoe gegaan met dat doel. Dus dan maak je het ook al af. Ja. Maar in dat eerste geval maak je het denk ik niet eens af. Dan denk je van, laat me zitten. Als al die stappen die jij net noemde, als die online zou moeten doen, dan is dat gewoon al te veel. Dus dan haak je af in het proces. Als hetzelfde, als je aan tafel bij iemand zit, ja, dan heb je dat uurtje vrijgemaakt, zeg maar. Ja. Dat is een heel andere setting. Vind je het teleurstellend? Want je dacht natuurlijk gewoon, we gaan een digitaal schaalbaar bedrijf beginnen. Weet je wel, we gaan een groot probleem oplossen. We schrijven daar goede technologie voor, goede software voor. En kassa. Ik moet zeggen dat ik het helemaal eigenlijk niet teleurstellend vind. Want ik zie ontzettend... Het is een ontzettend mooi beroep hierdoor geworden. Wat wij doen, zeker dat stukje eigenlijk, dat klantencontact, dat is ontzettend leuk om te doen. Want je merkt gewoon dat mensen oprecht verbaasd zijn over hoeveel, bijvoorbeeld in dat eerste gesprek, in dat half uurtje, hoe ontzettend veel zij leren ten opzichte van wat ze gewend zijn als ze naar een normale hypotheekadviseur gaan. Je krijgt daar zoveel waardering voor terug dat het eigenlijk het werk heel leuk maakt. Dus het is een stukje minder schaalbaar, waar. Maar het is wel de beste manier om klanten te helpen. En dat proef je terug in waardering. Dus dat is eigenlijk heel mooi. En dan doe je die fysieke gesprekken, die mensen aan tafel, et cetera. Telefonisch. Dus het gaat telefonisch, ja. Oké. Okay. Maak je ze dan digitaal, daarna weer digitaal? Want ik kan me voorstellen dat alles wat je gedaan hebt in dat gesprek, als je het weer digitaal maakt, wordt het weer data. Als je weer veel data hebt, kun je je volgende klant misschien weer beter helpen. Ja, nou dus dat gesprek, moet je voorstellen. Die klant zit gewoon thuis achter zijn computer. Die ziet een dashboard, een scherm, wat de adviseur ook ziet. En met de telefoon zijn ze verbonden. Dus dat gebeurt ook allemaal op dat scherm. Dat gebeurt allemaal digitaal. Ja, ja. En het is gewoon puur qua focus, qua uitleg, helpt die adviseur je eigenlijk die tools te gebruiken. Daar komt het eigenlijk een beetje mee. Hey, het gaat heel goed, hè? Volgens mij met jullie. Ik las ergens, jullie verdienen geld. Ja, en je hebt behoorlijk veel mensen op kantoor. Klopt, ja, klopt. Ja, klopt. Het gaat goed. We zijn aan het groeien. We zijn nu met 27. We hebben heel erg bootstrap eigenlijk tot met afgelopen december. Dus eigenlijk het geld dat we verdienden weer door geïnvesteerd in groei. Maar we verwachten eigenlijk nu, we lopen best wel voorop in dat online advies en op die manier eigenlijk advies geven. En verwachten eigenlijk dat daar gewoon een kanteling gaat komen. Nu is het minder dan 1% doet het nog op deze manier. En wij merken gewoon aan alles dat het gewoon veel en veel beter is dan de oude manier van werken. Ja, dat was eigenlijk de vraag waar ik aan zat te denken. Want jullie hebben in november ook een investering opgehaald. Ja, december, van 2 miljoen, Finch Capital. Klopt. Die stappen er alleen maar in als ze ook het idee hebben dat jullie ofwel iets heel unieks doen of een voorsprong hebben die niet heel eenvoudig in te halen is door de anderen. Hoe zit dat bij jullie? Wat is er uniek aan jullie oplossing? Ja, nou, ik denk dat het unieke eraan is dat wij als een van de weinigen eigenlijk dit gewoon heel goed doen. Maar ik bedoel ook, het lijkt ook relatief eenvoudig te kopiëren. Ik bedoel, als je... zit er hele intelligente algoritmes in of vergelijkingssoftware? Of gebruik je wat Erwin zegt, weet je wel, de klanten die je hebt om het systeem weer te verbeteren? Wat maakt dat jullie... Wij hebben een deel software, dus we hebben onze software helemaal geschreven. Maar een deel is ook vooral eigenlijk de combinatie van software en de ingewikkeldheid ook van hypotheken. Het is niet iets wat je van de ene op de andere dag... doet. En dat is ook de reden, denk ik, dat het nog niet naar online gegaan is. Omdat het gewoon ingewikkelder is dan een vliegticket of een verzekering. En ook omdat je dus het beslisproject van die consument is ook ingewikkelder. En daar hebben wij, denk ik, de goede mix gevonden van techniek en de menselijkheid daarvan. Hey, maar jullie zijn adviseur, dus je bent afhankelijk van de partijen die ingewikkeld zijn. Ja. Maar
Kan het niet simpeler? Nou ja, dat is natuurlijk wat wij continu prediken. Van, ja. Het is ook niet zo moeilijk dat je het niet kan begrijpen. Dat is een beetje de vibe die over de hele hypotheekmarkt hangt. Hè? Van de hypotheker zegt, ja, het is ingewikkeld, laat mij het maar doen. En dan los ik het wel op. En ondertussen, vroeger gingen daar natuurlijk een hele hoop dingen mis. En doordat je het uit handen gaf, werden er veel te dure woekerpolis afgesloten. En werden er allemaal... Dingen aangesmeerd die niet konden. Wat wij eigenlijk nu zeggen is van nee, je kan het gewoon begrijpen. En je kan, als je er gewoon even de tijd voor neemt met ons, kun je gewoon begrijpen welke keuze je maakt. En kun je gewoon precies weten waar je toe bent. Ja, maar dat is gebaseerd op die partijen die er al zijn. Wat ik eigenlijk, wat mijn vraag eigenlijk is en mijn veronderstelling is, kan er niet gewoon een partij opstaan die dit gewoon eenvoudiger maakt? Eenvoudiger dan... Die hypotheek verstrekken. Want waarom moet hypotheek verstrekken zelf. Ja, want jullie adviseren aan bestaande partijen die kennelijk ingewikkeld zijn. Dan denk ik, er is ruimte voor een partij die het eenvoudiger doet. Ik kan niet wachten. Ja. Zodra die er is, dan nemen wij hem op in ons portfolio. Ja, maar kan het volgens jou of is het logisch dat het zo ingewikkeld is? Het is... ik denk dat het een stuk makkelijker kan. En ik denk ook dat het de afgelopen 3 jaar heel veel makkelijker ook is geworden. Gewoon door wetgeving. Dus sinds 2013 mag je... Sinds je geen commissie meer mag accepteren en je transparant moet zijn over de kosten. Ja, is het gewoon een heel stuk makkelijker geworden. Vroeger had je 5, 6, 7 verschillende type hypotheken die je kon afsluiten. Nu zijn het er nog maar 2 annuïteiten lineair. Dus het is ontzettend veel makkelijker geworden. Gedwongen door wetgeving, want de banken hebben natuurlijk gewoon belang bij... dat het ingewikkeld is. Want hoe ingewikkeld het is, hoe meer marges ze kunnen maken, eigenlijk, daar komt het op neer. Dus het wordt al een heel stuk simpeler. Kan het nog simpeler? Ja, het kan altijd simpeler. Maar hoe precies, dat bevalt om te zien. Kijk, wat onze rol is als ik met Frits zijn, is kijken naar wat is er nu. En jouw gids daarin zijn, jouw coach, jouw leraar om met wat er is de beste keuze te maken. En het zo simpel mogelijk maken met wat er is. Ja, wat ik wel opvallend vind van wat jullie doen, is dat jullie ook nieuws genereren. Hè? Doordat je die vergelijkingen blijkbaar zo goed doet. Ik kwam ergens iets tegen dat jullie hadden uitgerekend dat voor ZZP'ers met hetzelfde inkomen je van bank tot bank, dat tonnen scheelt in je maximale lening. Klopt, ja. Dat zegt natuurlijk, er zitten 2 aspecten aan. 1, doen jullie dus iets wat anderen blijkbaar niet doen, want anders wisten we dat allemaal al. 2... Het blijft dus een heel ondoorzichtige wereld. Klopt. Ja, een ander heel mooi voorbeeld is boetes. We hebben gekeken naar als je oversluit, moet je een boete betalen. Ja. Wij hebben, omdat we ook zelf die software hebben geschreven, hebben we ook helemaal uitgeplozen hoe die boetes werken van banken. En dat hebben we verwerkt in software. En toen kwamen we eigenlijk achter dat banken structureel te hoge boetes rekenen. Zo'n 15%. Hoger dan ze zelf in de die hebben jullie ook aangekaart. In de voorwaarden staat gewoon dat ze dat op die manier doen. Maar als je dan wettelijk gaat kijken, ze mogen niet meer rekenen dan de geleden schade. En elke keer ronden ze het in hun voordeel af bij voorwaarden. Elke afslag die ze kunnen nemen gaat in hun voordeel. En als je dat allemaal bij elkaar opstaat, is dat zo'n 15%. Het gaat dus om gigantische bedragen. We hebben dat onderzocht, aangekaart samen met Radar. En we hebben dat ook aangekaart bij een Tweede Kamerlid. Er is uiteindelijk een Kamervraag overgesteld. En nu is uiteindelijk vastgesteld door de AFM dat het inderdaad waar is. En moeten de banken eigenlijk vanaf 14 juni 2016 al die boetes weer gaan terugbetalen. Dus het gaat echt om gigantische bedragen. Het is echt super cool dat je dat voor elkaar krijgt. We zijn nog niet klaar, want we willen ook voor 14 juni 2016 vinden we ook dat er gewoon terugbetaald moet worden. Dus daar zijn we nog mee bezig en dus er lopen nog rechtszaken om dat ook voor elkaar te krijgen. Maar, hoe komen jullie aan je nieuwe klanten? Op verschillende manieren. Heel veel via Google, organisch. Dus we betalen daar eigenlijk bijna niet voor. Dus dat is allemaal organisch. Omdat we dit soort dingen doen. Omdat we hele goede tools hebben. En omdat we goede content hebben. Zichtbaar en vindbaar. Ja, score je gewoon heel goed op Google. Google kijkt naar een aantal dingen. Ze kijken naar goede backlinks. Maar ze kijken ook naar time on site. Hè. Dus hoeveel tijd wordt er besteed op een pagina. Nou ja, die oversluittool bijvoorbeeld. Of maximale reken hypotheektools. Ja, mensen vullen dat in en die blijven natuurlijk lang hangen op de website. Goede content. Nou, en op die manier drijf je eigenlijk naar boven in die zoekresultaten. En zo komen eigenlijk de meeste klanten binnen. Ja. Dus dat is, dat is heel cool. Wat ik me nog heel erg afvraag is... ik heb zelf ooit maar 1 keer een hypotheek afgesloten... en daarna wat dingetjes wel eens overgesloten en gedaan. Dus ik ben geen expert... Maar ik weet wel dat het onderscheid tussen al die verschillende aanbieders zit ook in de voorwaarden. Ja.
En dan heeft één aanbieder vaak weer 6 of 7 of 20 soorten hypotheken met allemaal hun eigen voorwaarden. Die staan niet altijd op de website, is niet altijd duidelijk, die worden geüpdate. Ja. Hoe weet jij nou 100% zeker dat jullie tooling dat allemaal ook rekening houdt met dit soort dingen? Ja. Hoe accuraat ben je? Ja, dat is een, het is gewoon een monnikenwerk. En dat is een monnikenwerk wat wij doen. En wat je moet bijhouden. En en dat is onze, omdat wij dat gewoon voor een grote groep doen, kunnen we dat gewoon goed doen. Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Zitten bij jou echt mensen als de Rabobank of de ABN of een van de aanbieders voorwaarden update van bepaalde soorten hypotheken? Hoe krijg je dat binnen? Zit je dat letterlijk door te pluizen? Ja. Wat je hebt eigenlijk, elke hypotheekverstrekker die heeft acceptatiegidsen en voorwaardengidsen. En als ze die updaten, dan sturen ze daar ook mails over uit. Ja. Dus we hebben gewoon één iemand die dat allemaal in de gaten houdt en dat er continu bijhoudt. Ja, maar is echt handwerk? Ja, dat is handwerk. Ja, dat is eigenlijk vertaalslag tussen wat de bank je vertelt. En uiteindelijk wat wij dus in een database invullen. En dat is het mooie. Kijk, bij ons doet één iemand, die houdt dat bij. En daarna kunnen al onze adviseurs kunnen dat helemaal geautomatiseerd gebruiken. Ja. Vraag van Johan Schaap op Twitter. Is dit internationaal te doen of is de markt daarvoor overal te verschillend? Hele goede vraag. Die hebben we ook heel vaak gekregen tijdens onze investeringsronde. Ja? Ja. Hoe schaalbaar en herhaalbaar zijn jullie? En ons antwoord is eigenlijk heel simpel. We zijn nu volledig gefocust op de Nederlandse markt. Het is een hele grote markt. Nederland is ook een van de grootste hypotheekmarkten. We hebben gewoon heel veel mensen die hypotheek afsluiten. Huisprijzen zijn relatief hoog. Dus het is gewoon een hele grote markt. We zijn er nog lang niet uitgespeeld. We kijken natuurlijk altijd wel met schuin oog naar hoe zit het in een ander land. Gewoon ook puur uit interesse. En als je er echt over nadenkt, is het natuurlijk wat wij doen, wat ik net ook al zei. We maken gewoon een ingewikkeld financiële beslissing maken we samen met een klant op een schaalbare manier. En in theorie kan het ook gewoon in het buitenland. Maar we zijn er nog niet mee bezig. En de investeerder die je hebt, die vond dat prima. Dat is het juiste model. Er is genoeg geld te verdienen hier. Er is genoeg te doen hier, ja. Ja. Er is ook nog zoiets als PSD2. Ja. Dat is een richtlijn voor transparantie in het betalingsverkeer. Is in Nederland nog niet ingegaan, in Europa wel. Ja. Dat heeft vast mega impact op jullie bedrijven. Ja, dat zeggen heel veel mensen. En gek genoeg eigenlijk valt dat heel erg mee. Dus wat wij doen... Het gaat vooral over digitale toegang, hè, tot rekening van mensen. Precies. Dus als ik dat goed vind, dat ik derde partijen toegang kan geven tot mijn betaaldata. Ja, klopt. En natuurlijk zou ik dat interessant vinden van mijn klant. Maar als ik echt kijk naar, is het nodig? Wij zijn heel erg afhankelijk van de acceptatiecriteria van de banken. Dus de banken die zeggen, ik wil dit en dit zien van mijn klant. Om die hypotheek te verstrekken. En dat is heel ouderwets eigenlijk. Dat gaat gemiddeld 19 documenten willen zien, zoals werkgeversverklaringen met in pen ingevuld, met stempels erop. Die hele pen. Ja, blauwe pen. Ja. En als er één keer een andere pen is, wordt afgekeurd. En anders doen. Ik zou het liefst heel anders zien. Maar wij hebben gewoon te leven met wat de banken willen zien. En elke bank is ook weer anders. En dat hebben we natuurlijk. Ja, maar je zegt eigenlijk dat is allemaal veel belangrijker en ingewikkelder dan zo'n PSD2. Nou, zodra de bank zeg maar zegt van oké, wij willen ook op die manier accepteren. Digitaal. Dan nemen we het natuurlijk gelijk over. Want dan dat zou ik heerlijk vinden. Maar tot die tijd zijn we gewoon afhankelijk van wat de bank van ons vraagt. En dat zijn dus heel agrarische gekke documenten zoals een werkgeverslijn. Ja, jullie moeten wel ook redelijk zicht hebben in de trends in die wereld. Hè? Er wordt veel over geroepen. Ik heb soms het idee niet altijd gebaseerd op feiten. De afgelopen jaren is het lastiger geworden om een hypotheek te krijgen. Ja. Hoe kijk jij tegen die ontwikkeling aan? Wat is jouw ervaring met de banken? Ja, met de banken, er gebeurt een hele hoop. Er zijn een aantal grote verschuivingen ook vinden plaats. Traditioneel zaten, zoals de Rabobank, ING, ABN, de grootbanken waren de grote partijen die geld verstrekten. Wat je nu ziet gebeuren is door dingen zoals Basel IV, de strenge kapitaaleisen, worden zij steeds kleinere partijen. Zijn er pensioenfondsen bijvoorbeeld die direct de markt instappen? Het gaat dan via een munthypotheek en dergelijke. Dus dat is een hele grote beweging die je ziet en die brengt heel veel concurrentie. Dat is ontzettend goed voor de consument. Dus de hypotheken worden goedkoper. Als je een paar jaar geleden keek, was het verschil bijvoorbeeld voor dezelfde hypotheek in Nederland, zelfs van een hypotheek in Duitsland, was gewoon een volle procentpunt, was het in Nederland duurder. Ja. Dat wordt nu eigenlijk ingehaald door die concurrentie en dat is eigenlijk een super, super goed iets. Die pensioenfondsen hebben ook veel betere voorwaarden meestal dan de banken. Dus dat is een hele mooie ontwikkeling. Ja.
voor de rest is er aan de wettelijke kant, ja, het wordt inderdaad steeds moeilijk om een hypotheek te krijgen. Dus vorig jaar kon je nog 101% van je woningwaarde financieren, dit jaar is er weer 100%. We gaan geruchten om dat nog verder af te bouwen naar zelfs 90, 80, wat veel meer in lijn is met Europa. In Nederland zijn we eigenlijk de enige in Europa die zo ver gaan. Ja. Dus dat zijn een beetje trends die spelen, maar vooral dat laatste deel is nog heel onduidelijk eigenlijk wat daar precies gaat gebeuren. Maar dat houden we natuurlijk wel in de gaten. Hey, als we jou over een jaar weer zouden uitnodigen, waar sta je dan? Ja, wat wij uiteindelijk... Hoeveel klanten heb je? Hoeveel hypotheken sluit je af per week? Uiteindelijk waar we heen willen, gewoon eigenlijk de... We zien gewoon geen reden om de grootste te worden in Nederland. Dus nu, als je nu kijkt, is bijvoorbeeld hypotheek... Om niet de grootste te worden. Nee, we willen de grootste worden. Ja. 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 Dus als je nu kijkt, de hypotheker is nu met 10% van alle adviezen zijn ze de grootste in Nederland. We willen over 5 jaar willen we daar voorbij. En we geloven ook, we geloven ook dat dat kan. Dus elke stap die kant op is een goeie. Super. Spannend. Dankjewel. We blijven ze in de gaten houden. En we horen dat tegen die tijd graag weer. Maar is goed. Jullie bedankt voor het kijken. Deze uitzending kwam mede tot stand. Dankzij Bier & Co. voor de biertjes. Zeker, ik ben blij dat je eindelijk weer eens een keertje gewoon aan een gesponsord biertje zat, man. Ja, lekker hoor. Ja, altijd eigenwijze biertjes van jou. Natuurlijk Jesse uit Groningen voor de livestream. PQR voor de hosting van de website. En Freedom Lab, van waaruit wij iedere dinsdagavond uitzenden. Kijk je live, blijf kijken, want zo direct praten we verder over de wonderwereld der hypotheken. Kijk je onder die mantel, weet je dat je die uitzending ook nog kunt terugvinden. Net als al die anderen. Ik ga toch een keertje tellen binnenkort steken. Wat denk je? Wat zijn we? Ik heb geen idee. 700? Zoiets. Denk ik. 700 uitzendingen. Ja. Oké. Dankjewel. Dag. Hoi. Super.